Als je uh, in naar Veenwel kijkt, dan heb je daar best wel een lastige periode gehad. Hè? Wat waren nou de lastigste onderwerpen? Nou ja, lastige periode. dat is maar hoe je het ervaart. Uh, ik heb het niet als zwaar uh, beschouwd of lastig. Mm -hmm. uh, uiteraard komen er altijd dossiers langs die uh, behoorlijk uh, ja, uh, ingewikkeld, ingewikkeld zijn, complex. Ja, ja. Ik noem er een aantal. Uh, het stadsland heeft uh, in de belangstelling gestaan. Behoorlijk. Rondag Oost heeft uh, behoorlijk in de belangstelling uh, gestaan. Het parkeerdossier is nog steeds een, uh, een hoofdpijn uh, dossier. Ja. Uh, nou, in ieder geval de discussie over de koopzondag is uh, in ieder geval in, ik dacht in december vorig jaar, nee iets later, uh, afgerond, maar op wel een zodanige wijze dat ook in het huidige uh, raadsprogramma koolitja daar duidelijk afspraken over uh, zijn gemaakt. Mm -hmm. Eén koopzondag uh, in de maand. En dat dat niet verder uh, zeg maar, wordt uitgebreid of ter discussie wordt gesteld voorlopig. En uh, natuurlijk uh, niet te vergeten uh, het dossier wat uh, de burgemeester uh, ons noemde heeft, dat is veiligheid. Ja. Yeah dus Dat is best een stevig dossier waar we heel actief mee bezig zijn. Er zijn er wat dingen gebeurd hè, in Venendaal de afgelopen jaren. Ja, de uh, afgelopen periode zijn er fors wat dingen uh, gepasseerd. Uh, het enige regelmaat wordt er uiteraard een melding uh, van gemaakt. Uh -huh. uh, op het gebied van ondermijning uh, ja, wordt door Venendaal heel stevig uh, doorgepakt. Misschien wel aardig om te vertellen dat we een nieuw veiligheidsplan maken met uh, vier andere gemeenten samen de Heuvelrug vormend. Uh -huh. En uh, naar ik begrepen heb zijn wij uh, in de hele eenheid Midden-Nederland daar uniek in. En dat betekent dat uh, wij toch ook uh, ja, vragen om extra ondersteuning en extra capaciteit om ondermijning als zodanige aan te pakken. En wat je noemde inderdaad, het schieten op het uh, horecabedrijf. Uh, op de markt in Veenendaal heeft ook uh, diep indruk uh, gemaakt. En Nogal, dan, moet je als, ja. Ja, dan moet je als burgemeester dus ook op grond van openbare orde beslissingen nemen ten nadele van één individuele ondernemer. Uh, waarvan onduidelijk is of uh, ja, wat, wat de lijnen zijn. Ik kan er niet te diep op ingaan, maar je treedt het. ook in de bedrijfsvoering van uh, zo'n bedrijf. Ja. Dus dat is heel lastig. Want ja. het is echt een slachtoffer dan. Klopt. Uh, je, je, moet, uh, je hebt Piet Zoon, maar je hebt ook de burgemeester. En uh, zo probeer ik het ook duidelijk te maken. Wat ik zelf als privépersoon vind, moet je soms terzijde schuiven om als functionaris-burgemeester bepaalde besluiten te nemen. En ja, het is uh, horeca-onwaardig dat het in Veendal gebeurt. Alleen ik kan niet garanderen dat het niet meer gebeurt. Nee, dat kan niemand. Nee. En uh, je ziet het ook landelijk, allerlei uh, van dat soort uh, bedreigingen. Ja, de betrokken ondernemer uh, stelt ook terecht dat uh, ja, hij uh, door anderen schade wordt toegebracht. Mm -hmm. En de vraag is of dat terecht is of niet terecht, maar dat is wel een onderwerp. En er zijn dus al voorbeelden in landen, bijvoorbeeld in Delft, mijn collega. Precies. Die zegt van, uh, wij gaan niet tot, uh, tot sluiting over omdat vaststaat dat het een externe factor is. En ja. dat is in het geval Veenendaal. ...voor mij nog niet onomstreden. Helder. En um, uh, veiligheid blijft natuurlijk altijd een onderwerp. Ja. Hoe staat het met camera's? Uh, de camera's in het centrum uh, daar hebben we uh, vanwege de druk die op de camera ...hebben we dus uh, vervangen. En de beelden uh, in het centrum van Veendaal die zijn perfect. En er is al een aantal keer aangetoond dat door middel van die beelden... ...bepaalde personen konden worden opgespoord. Prachtig. Goed werk. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Bluff met aan de kust.